grote plassen water. Die zijn vast van die waterspuitende octopus. Dan moet die hier ergens in de buurt zijn. Zoeken jullie met ons mee? Is de octopus in het park? Nee, we zoeken verder. Is de octopus in de bakkerij? Nee, daar is hij ook niet. Is de octopus op de kermis? Ja! Daar zit hij, bovenop de hoogste attractie. Hij ziet eruit alsof hij nog meer water gaat spuiten. Oh, kijk uit! Grote waterdruppels! Ah, we moeten hier weg! Phew! Die waterspuitende octopus maakt er wel een bende van. We moeten bij hem zien te komen als we hem willen laten glippen. Voordat we worden geraakt door een enorme waterdruppel. Phew! Wow. We moeten iets bedenken waarmee we die grote waterdruppels kunnen absorberen. Hé, ik weet iets waarmee dat kan. Met een mop. Een mop kan heel veel water vasthouden. Daarom zijn ze zo handig bij het schoonmaken. Moet je zien. Yeah. Wow. Het werkt. Die mop absorbeerde die grote waterdruppel. Kom op, Watts. Pak een mop en help eens even een bandje. Komt voor elkaar! Voorzichtig, monsterwielen. Die reuze octopus gaat nog meer water spuiten. Kijk, daar komt een enorme waterdruppel. En daar heb je er nog twee. Hoeveel druppels zijn dat bij elkaar? Drie, ja! We absorberen ze met een mop! 1, 2, 3! Yeah! Handige dingen, die moppen. Kom op, we moeten weer verder. Kijk uit, jongens. De octopus gaat nog meer water spuiten. Daar komen weer twee druppels. En daar nog twee. Hoeveel druppels zijn dat bij elkaar? 4, ja! Het is ons gelukt! Maar zet je schrap, de octopus gaat nog meer water spuiten. 2 druppels. En nog 1. En nog 2. Hoeveel druppels zijn dat bij elkaar? 5. Ja! Klaar? En absorbeer! 1, 2, 3. Gelukt. Dan is er nog 1 ding dat we moeten doen. Op de groene knop drukken om de octopus te laten krimpen. Maar we moeten wel opschieten. Hij maakt zich klaar om nog meer water te spuiten. Kom op, Watts. Het is tijd voor lichtsnelheid. Oh ja! Wil je dat we met lichtsnelheid gaan? Zeg dan knallenblaze. Kleine octopus, je hebt nu precies de juiste grootte. Goed werk, team. Axelstad is gered van het reuzenspeelgoed. Ja! Yeah! En nu al het speelgoed weer de juiste grootte heeft, weet ik wat we kunnen doen. En dat is, Gabby? We gaan spelen!